De Belgische en Nederlandse politie werken intensief samen om de moord op een man uit Braschaat op te lossen. Stefan Bogaerts werd koelbloedig neergeschoten in Nederland, in Spijkenisse, vlakbij Rotterdam. Samen met het Nederlandse programma Opsporing Verzocht reconstrueren we de fatale avond van 21 september, dus 2 maanden geleden, in de hoop dat iemand in België of in Nederland een tip heeft die het onderzoek vooruit kan helpen. Stefan Bogaerts woonde in Braschaat. Hij is 55 jaar geworden. Hij leefde samen met zijn vrouw en zijn dochtertje van 7. Zijn 2 volwassen zonen uit een vorig huwelijk zijn het huis uit. Zoon Stijn is 26. Hij is net zoals de rest van de familie helemaal ondersteboven van wat er is gebeurd. Ik ben om 4 uur 's nachts op mijn bed gebeld, hè. Dat geloofde je eerst niet, hè. Je denkt van, joh, ze hebben hun eigen vergist. Totdat je dan hier... Totdat je de politie ziet, dan weet je eigenlijk van, joh, het is... Oh, joh, en dan 's morgens tv gezet. En dan zie je de beelden dat hem, van een auto. En dan zie je dat hem op de grond ligt met een laken over hem. En... Chockerende foto's. Eerst zijn er de praktische zaken. Besef komt later pas, als het stilletjes is. Dan dringt dat door. Zo. Stefan werd in Spijkenisse in Nederland neergeschoten. Maar door wie en waarom? Dat zijn de vragen waar ik wel wakker lig, s'nachts. Was het voor hem? Is het voor iemand anders? Was hem daar gewoon uit de pech? Was hem op de verkeerde plaats op het verkeerde moment? Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Ik weet alleen dat het gebeurd is. En meer weten wij eigenlijk niet veel. Meer weten wij niet veel. Ik weet ook nog altijd niet wat het daar ging doen of zo. Dus het is moeilijk, hè. Stefan Bogaerts had een eigen bedrijf waarmee hij oude havencontainers opkocht, ze restaureerde en weer doorverkocht. Financieel ging het Stefan niet voor de wind. Hij had de laatste tijd veel schulden. Thuis vertelde hij daar weinig over. Het was geen open boek. Het was niet, het is niet dat je er een half uur mee samen zit dat je heel zijn leven kent. Zo was hem niet. Hij zal niet snel over zijn problemen of zo vertellen. Dus, dat was een trotse. Dus. Dan loopt het dan niet meer te kopen. Dat was zijn kruizen dat hij moest dragen, zei hij altijd. Dus. Schamde zijn eigen ervoor. Dat hem schulden had. Maar hij had altijd ook gewerkt. Hè. Hij werkt 7 op 7. Dus hij heeft al geprobeerd, alles geprobeerd voor schulden af te lossen. Ik denk dat hij er eigenlijk redelijk goed in bezig was ook. Ik zeg niet, ik weet het niet in detail, maar als ik het zo af en toe hoorde, dan deed hem toch altijd goed zijn best. Dus, hij bleef altijd positief. Het was geen opgever. Hè. En hij zal altijd vet hebben gedaan, hoe zwaar of hoe moeilijk dat ook weer. Die stopte niet, die deed altijd voort. In de dagen voor zijn dood merkt de familie niets bijzonders aan Stefan. Op donderdag 21 september vertrekt hij na het avondeten met zijn vrouw en dochter met de wagen van Stijn. Hij leent de donkerblauwe Volkswagen Jetta wel vaker. Onderweg belt hij naar zijn zoon. Het klonk normaal. Gelijk altijd. Rustig. Ontvloeken over dat dorpje in zijn telefoon dat altijd uitviel. Ja, normaal, dat het dan altijd was. Dus, niet zenuwachtig of niet bang of schuchterig. Of, nee, normaal. Dat was normaal. Ja, dat is allemaal heel raar. Om 7:04 s'avonds wordt de Volkswagen Jetta geregistreerd door een camera aan de grens met Nederland in Bergen-op-Zoom. Stefan Bogaerts rijdt in de richting van Rotterdam. Hij zei dat hij onderweg was naar Rinde, dus. Hij zei naar Nederland. Nee, ja. Meer spraak willen, ja. Kijk, ook dus goed. Tot de... Pella straks wel of morgen zei hem als het te laat werd. Zeg, ja, dat is goed. Ja, voilà, meer was dat niet. En dan... Ja, dan een paar uur later... Krijg je telefoon, hè.
Om 7:15 s'avonds is Stefan Bogaerts in Rotterdam. Het is niet duidelijk wat hij hier deed en of hij hier een afspraak had. Kwam hij hier vaker? En wie waren zijn contacten in Nederland en in Rotterdam? De speurders vragen aan iedereen die hier iets meer over weet, hoe weinig ook, om dat zeker te melden. Stefan is niet lang in Rotterdam gebleven. Hij rijdt diezelfde avond nog naar Spijkenisse. Om 8:55 komt zijn wagen in beeld in de buurt van de Listraat. Dat is de plek waar hij later die avond wordt vermoord. Het is onduidelijk wat Stefan in Spijkenisse kwam zoeken. Had hij hier contacten? Kwam hij hier vaker? Ook hierover hopen de speurders meer te weten te komen. Ze vragen om ook die informatie zo spoedig mogelijk te melden. Een bewakingscamera in Spijkenisse filmt een wagen die lijkt op de donkerblauwe Volkswagen Jetta waar Stefan mee rijdt. Om 8:55 draait de wagen rechtsaf de Listraat in. 10 minuten later staat wellicht diezelfde wagen op de hoek van de Listraat met de Rozenlaan. Hij blijft hier meer dan 30 seconden wachten. Uiteindelijk slaat hij rechtsaf. 5 minuten later rijdt de wagen opnieuw voorbij. Deze keer heel traag. Volgens de speurders is het zo goed als zeker dat dit Stefan is. Hij draait weer rechts de Listraat in. We staan hier op de hoek van de Listraat in Spijkenisse. En Stefan Bogaerts zou hier verschillende keren voorbij gereden zijn. Ja. Bovendien is er een getuige die ons heeft gezegd dat er een soortgelijke auto met Belgische kentekenplaten hier over de Rozenlaan heeft gereden. En dat was rond 9:00 s'avonds. Ja, hij vertelt ons ook dat er een man achter het stuur zat en die was continu bezig met zijn telefoon. En hij reed ook stapvoets. Dus wij hebben het vermoeden dat het hier om Stefan gaat en dat hij de weg aan het zoeken was. De wagen komt voor de 5e maal in beeld om 8:50. Stefan rijdt dan al meer dan 20 minuten rond in de wijk. Opnieuw slaat hij rechtsaf de Listraat in. Iets verderop in de straat zet hij de wagen op een van de parkeerplaatsen. Waarschijnlijk is hij niet eens uitgestapt. Hij zit nog in de wagen wanneer hij 2 minuten later om 8:40 heel gericht wordt doodgeschoten. Stefan Bogaerts is vermoord hier, te midden van een woonwijk. Heeft iemand iets gezien of gehoord? Ja, verschillende mensen uit de buurt die hebben die avond de schoten gehoord en zelfs gezien. Er zou 1 schutter zijn geweest die meerdere kogels heeft afgevuurd. En dat heeft hij gedaan vanaf de passagierszijde van de auto. Er zijn meerdere kogels door de auto geschoten. En er zijn er zelfs 2 in een woning in de ruiten terechtgekomen hier achter mij. Maar gelukkig is daar niemand bij gewond geraakt. Het getuigt natuurlijk van heel veel lef om dan 's avonds om 8:40 zulke feiten te plegen te midden van een woonbuurt. Wat kan u vertellen over de daders? Ja, we hebben het vermoeden dat er meerdere daders bij betrokken zijn. Want volgens getuigen zijn er 2 mannen weggerend na de schietpartij. Die kant op en 150 meter hier vandaan zijn ze rechts afgeslagen. Maar er zijn ook getuigen die hebben een auto weg zien rijden, hard de wijk uit. En dat betrof een donkere BMW stationwagen. Nu is er nog een opvallend verhaal, want er heeft een getuige zich bij ons gemeld uit een andere wijk. En die heeft verteld dat er 10 minuten voor de schietpartij 3 mannen opvallend bij een lange donkere auto stonden. Nou, het opvallende was dat ze regenjassen aan hadden. Ze hadden een capuchon over, dichtgesnoerd. Dus hij heeft alleen gezien dat het om 2 blanke mannen gaat. De 3e man heeft hij niet goed kunnen zien. Maar het is op zijn minst opvallend, want het regende die avond niet. Dus wij hebben het vermoeden dat dit 3-tal betrokken is bij de moord op Stefan. Ja. En wat weet u over die donkere BMW-stationwagen? Ja, 20 minuten na de moord kregen we de melding dat er in Barendrecht, dat is 20 kilometer hier vandaan, een auto in brand stond. En dat was een BMW M5 Touring. Nou, die auto blijkt nu na onderzoek 1 jaar geleden al gestolen te zijn in Amsterdam. Maar wij hebben wel het vermoeden dat de daders deze auto die avond op 21 september hebben gebruikt. Ja, bovendien hebben we resten van een wapen gevonden in dat voertuig. En daar doen we nu verder onderzoek naar. En dan nog een laatste, heel belangrijke vraag. Welk motief kunnen de daders gehad hebben om Stefan Bogaerts te willen vermoorden? Ja, helaas weten we dat nog niet. We weten wel dat Stefan heel veel schulden had. Ja, en we hebben nu sinds kort ook aanwijzingen dat hij betrokken was bij de drugshandel. Dus mogelijk dat dat er iets mee te maken heeft. Nou, ik durf nooit zeggen van nee. Of nee, ik betwijfel het gewoon. Kan niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Dus zoek ik niet. Ik zou het gewoon liever weten hoe dat is. Waarom en ja, waarom dat dat moest. Ja. Dat is iets waar ik niet. Dat ik niet kan begrijpen. Dat is zoiets toch.
Daar heb ik het heel moeilijk mee. Hij was ook tegen geweld. Ik ben dat ook. Ik gebruik niet graag geweld. Niemand denkt maar. Allee, oh. Het gebeurt wel. Hè. Ik ben. Ja, ik heb dat niet in mijn hoofd. Ik heb het daar echt moeilijk mee. Waarom? Dat dat nodig was. De vrouw van Stefan kreeg 2 weken geleden een betalingsherinnering in de bus. Stefan moet nog verkeersbelasting betalen voor een witte Mercedes Sprinter, een bestelwagen. Alleen, niemand van de familie heeft die wagen ooit gezien. Er staat blijkbaar op zijn naam ingeschreven, maar... Ja, wij weten niet wat die bus is. Wij weten ook niet wie het ermee rondrijdt. Wij wisten daar eigenlijk, nee, ik wist er eigenlijk niks van. Mijn stiefmoeder ook niet, dus ja, wij weten daar eigenlijk niks over. Ik probeer er ook niet te veel over na te denken, maar ik hoop gewoon dat de mensen die wel iets meer zouden weten, of, ja, of tips, of me nog gezien hebben of iets, ja, dat ze het dan gewoon melden aan de politie. En dat wij dat dan hopelijk stilletjes kunnen beginnen te verwerken, want het doet me heel veel zeer, heel veel pijn heb ik. Maar ik vind dat vooral erg voor mijn zussen. Zo. Ja, die is klein, hè. Draag die hele leven mee, hè. Ik zou gewoon graag willen dat we het kunnen afsluiten, dat het gewoon voorbij is. Dat we terug verder kunnen en dat me rust gelaten werd ook gewoon. Dat me rust, hij dat verdient van rust hebben. Dus. Om deze moordzaak op te lossen, werken de Belgische en Nederlandse politie dus samen. In België zoeken de speurders vooral getuigen die Stefan Bogaerts hebben gekend en informatie over hem hebben. Dit zijn de belangrijkste vragen. Wie weet waarom Stefan Bogaerts op 21 september in Nederland was? Ging hij daar regelmatig naartoe? Wie waren zijn contacten in Nederland en vooral in Rotterdam of in Spijkenisse? Ten tweede, heeft iemand iets gemerkt aan Stefan Bogaerts in de dagen en weken voor zijn dood? Leek hij onrustig of bang? Of heeft hij iets in die richting gezegd? Weet iemand iets over zijn mogelijke betrokkenheid bij drugshandel? En ten derde, wie weet waar de Mercedes-Benz Sprinter is, die op naam van Stefan Bogaerts staat ingeschreven. Het is een wagen zoals deze, wit en met een verhoogd dak. De nummerplaat is 1SGF070. Heeft iemand Stefan hier ooit mee zien rijden? Of weet u waar de wagen nu staat of wie er nu mee rijdt? Op 25 augustus, een maand voor de dood van Stefan Bogaerts, is de bestelwagen geregistreerd door een wegcamera op Linkeroever in Antwerpen. Maar sindsdien is de wagen dus spoorloos. Alle tips over deze zaak zijn welkom via het gratis nummer 0800 30300 of via mail naar opsporing@police.belgium.eu. Politie wordt op een man uit Braschaat op te lossen. Stefan Bogaerts werd koelbloedig neergeschoten in Nederland, in Spijkenisse, vlakbij Rotterdam. Samen met het Nederlandse programma Opsporing Verzocht reconstrueren we de fatale avond van 21 september, dus 2 maanden geleden, in de hoop dat iemand in België of in Nederland een tip heeft die het onderzoek vooruit kan helpen. Stefan Bogaerts woonde in Braschaat. Hij is 55 jaar geworden. Hij leefde samen met zijn vrouw en zijn dochtertje van 7. Zijn 2 volwassen zonen uit een vorig huwelijk zijn het huis uit. Zoon Stijn is 26. Hij is net zoals de rest van de familie helemaal ondersteboven van wat er is gebeurd. Ik ben om 4 uur 's nachts op mijn bed gebeld. Hè. Zo. Dat geloofde eerst niet. Hè. Je denkt van, joh, ze hebben hun eigen vergist. Totdat je dan hier... Totdat je de politie ziet, dan weet je eigenlijk van, joh, het is... Oh, joh, en dan 's morgens tv gezet. Dan zie je de beelden dat hem, van een auto en dan zie je dat hem op de grond ligt met een laken over hem. Chockerende foto's. Eerst zijn er de praktische zaken. Besef komt later pas, als het stilletjes is. Dan dringt dat door. Zo. Stefan
Stefan werd in Spijkenissen in Nederland neergeschoten. Maar door wie en waarom? Het zijn de vragen waar ik wel wakker lig, s'nachts. Was het voor hem? Is het voor iemand anders? Was hem daar gewoon uit een pech? Was hem op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment? Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Ik weet alleen dat het gebeurd is. En meer weten wij eigenlijk niet veel. Meer weten wij niet veel. Hè. Ik weet ook nog altijd niet wat het daar ging doen of zo. Dus het is moeilijk, hè. Stefan Bogaerts had een eigen bedrijf waarmee hij oude havencontainers opkocht, ze restaureerde en weer doorverkocht. Financieel ging het Stefan niet voor de wind. Hij had de laatste tijd veel schulden. Thuis vertelde hij daar weinig over. Het was geen open boek. Het was niet, het is niet dat je er een half uur mee samen zit dat je heel zijn leven kent. Zo was hem niet. Hij zal niet snel over zijn problemen of zo vertellen. Dus, dat was een trots en al. Dus. Dan loopt het dan niet meer te kopen. Dat was zijn kruiser dat hij moest dragen, zei hij altijd. Dus. Schamde zijn eigen ervoor. Dat hem schulden had. Maar hij had altijd ook gewerkt. Hè. Hij werkt 7/7. Dus hij heeft al geprobeerd, alles geprobeerd voor schulden af te lossen. Ik denk dat hij er eigenlijk redelijk goed in bezig was ook. Ik zeg niet, ik weet het niet in detail, maar als ik het zo af en toe hoorde, dan deed hem toch altijd goed zijn best. Dus, hij bleef altijd positief. Hè. Het was geen opgever. Hè. En hij zal altijd vet hebben gedaan, hoe zwaar of hoe moeilijk dat ook weer. Die stopte niet. Die deed altijd voort. In de dagen voor zijn dood merkte de familie niets bijzonders aan Stefan. Op donderdag 21 september vertrekt hij na het avondeten met zijn vrouw en dochter met de wagen van Stijn. Hij leent de donkerblauwe Volkswagen Jetta wel vaker. Onderweg belt hij naar zijn zoon. Klonk normaal. Gelijk altijd. Rustig. Ontvloeken over dat doorkje in zijn telefoon dat altijd uitviel. Ja, normaal, dat het er altijd was. Dus niet zenuwachtig of niet bang of schuchterig. Of... Nee, normaal. Dat was normaal. Ja, dat is allemaal heel raar. Om 7:04 s'avonds wordt de Volkswagen Jetta geregistreerd door een camera aan de grens met Nederland in Bergen-op-Zoom. Stefan Bogaerts rijdt in de richting van Rotterdam. Hij zei dat hij onderweg was naar Rinder. Dus. Hij zei naar Nederland. Nou, ja. Meer spraak willen, ja. Kijk ook de school. Tot Bella straks wel, of morgen zei hij, maar als het te laat werd, zeg ik wel, dat is goed. Ja, voilà, meer was dat niet. En dan... Ja, en dan een paar uur later... krijg je telefoon. Hè. Om 8:15 s'avonds is Stefan Bogaerts in Rotterdam. Het is niet duidelijk wat hij hier deed en of hij hier een afspraak had. Kwam hij hier vaker? En wie waren zijn contacten in Nederland en in Rotterdam? De speurders vragen aan iedereen die hier iets meer over weet, hoe weinig ook, om dat zeker te melden. Stefan is niet lang in Rotterdam gebleven. Hij rijdt diezelfde avond nog naar Spijkenissen. Om 8:55 komt zijn wagen in beeld in de buurt van de Liststraat. Dat is de plek waar hij later die avond wordt vermoord. Het is onduidelijk wat Stefan in Spijkenissen kwam zoeken. Had hij hier contacten? Kwam hij hier vaker? Ook hierover hopen de speurders meer te weten te komen. Ze vragen om ook die informatie zo spoedig mogelijk te melden. Een bewakingscamera in Spijkenissen filmt een wagen die lijkt op de donkerblauwe Volkswagen Jetta waar Stefan mee rijdt. Om 8:55 draait de wagen rechtsaf de Liststraat in. 10 minuten later staat wellicht diezelfde wagen op de hoek van de Liststraat met de Rozenlaan. Hij blijft hier meer dan 30 seconden wachten. Uiteindelijk slaat hij rechtsaf. 5 minuten later rijdt de wagen opnieuw voorbij. Deze keer heel traag. Volgens de speurders is het zo goed als zeker dat dit Stefan is. Hij draait weer rechts de Liststraat in.
We staan hier op de hoek van de Listraat in Spijkenisse. En Stefan Bogaert zou hier verschillende keren voorbij gereden zijn. Ja, bovendien is er een getuige die ons heeft gezegd dat er een soortgelijke auto met Belgische kentekenplaten hier over de Rozelaan heeft gereden. En dat was rond 9:00 s'avonds. Ja, hij vertelt ons ook dat er een man achter het stuur zat en die was continu bezig met zijn telefoon. En hij reed ook stapvoets. Dus wij hebben het vermoeden dat het hier om Stefan gaat en dat hij de weg aan het zoeken was. De wagen komt voor de vijfde maal in beeld om 9:18. Stefan rijdt dan al meer dan 20 minuten rond in de wijk. Opnieuw slaat hij rechtsaf de Listraat in. Iets verderop in de straat zet hij de wagen op een van de parkeerplaatsen. Waarschijnlijk is hij niet eens uitgestapt. Hij zit nog in de wagen wanneer hij 2 minuten later om 9:20 heel gericht wordt doodgeschoten. Stefan Bogaerts is vermoord hier, te midden van een woonwijk. Heeft iemand iets gezien of gehoord? Ja, verschillende mensen uit de buurt die hebben die avond de schoten gehoord en zelfs gezien. Er zou 1 schutter zijn geweest die meerdere kogels heeft afgevuurd. En dat heeft hij gedaan vanaf de passagierszijde van de auto. Er zijn meerdere kogels door de auto geschoten. En er zijn er zelfs 2 in een woning in de ruiten terechtgekomen hier achter mij. Maar gelukkig is daar niemand bij gewond geraakt. Het getuigt natuurlijk van heel veel lef om dan 's avonds om 9:20 zulke feiten te plegen te midden van een woonbuurt. Wat kan u vertellen over de daders? Ja, we hebben het vermoeden dat er meerdere daders bij betrokken zijn. Want volgens getuigen zijn er 2 mannen weggerend na de schietpartij. Die kant op en 150 meter hier vandaan zijn ze rechtsaf geslagen. Maar er zijn ook getuigen die hebben een auto weg zien rijden, hard de wijk uit. En dat betrof een donkere BMW stationwagen. Nu is er nog een opvallend verhaal, want er heeft een getuige zich bij ons gemeld uit een andere wijk. En die heeft verteld dat er 10 minuten voor de schietpartij 3 mannen opvallend bij een lange donkere auto stonden. Nou, het opvallende was dat ze regenjassen aan hadden. Ze hadden een capuchon over, dichtgesnoerd. Dus hij heeft alleen gezien dat het om 2 blanke mannen gaat. De derde man heeft hij niet goed kunnen zien. Maar het is op zijn minst opvallend, want het regende die avond niet. Dus wij hebben het vermoeden dat dit drietal betrokken is bij de moord op Stefan. Ja. En wat weet u over die donkere BMW-stationwagen? Nou, 20 minuten na de moord kregen we de melding dat er in Barendrecht, dat is 20 kilometer hier vandaan, een auto in brand stond. En dat was een BMW M5 Touring. Nou, die auto blijkt nu na onderzoek een jaar geleden al gestolen te zijn in Amsterdam. Maar wij hebben wel het vermoeden dat de daders deze auto die avond op 21 september hebben gebruikt. Ja, bovendien hebben we resten van een wapen gevonden in dat voertuig. En daar doen we nu verder onderzoek naar. En dan nog een laatste, heel belangrijke vraag. Welk motief kunnen de daders gehad hebben om Stefan Bogaerts te willen vermoorden? Ja, helaas weten we dat nog niet. We weten wel dat Stefan heel veel schulden had. Ja, en we hebben nu sinds kort ook aanwijzingen dat hij betrokken was bij de drugshandel. Dus mogelijk dat dat er iets mee te maken heeft. Ik durf nooit zeggen van nee, of nee, ik betwijfel het gewoon, kan niet, ik weet het niet. Ik weet het niet, dus zoek ik niet. Ik zou het gewoon liever weten hoe dat is, waarom en ja, waarom dat moest. Ja. Dat is iets waar ik niet, dat ik niet kan begrijpen, dat is zoiets toch. Daar heb ik het heel moeilijk mee. Hij was ook tegen geweld. Ik ben dat ook. Ik gebruik niet graag geweld. Niemand denkt maar. Allee, oh. Het gebeurt wel. Hè. Ik ben. Ja, ik heb dat niet in mijn hoofd. Ik heb het daar echt moeilijk mee. Waarom? Wat dat dan nodig was. De vrouw van Stefan kreeg 2 weken geleden een betalingsherinnering in de bus. Stefan moet nog verkeersbelasting betalen voor een witte Mercedes Sprinter, een bestelwagen. Alleen, niemand van de familie heeft die wagen ooit gezien. Er staat blijkbaar op zijn naam ingeschreven, maar... Ja, wij weten niet wat die bus is. Wij weten ook niet wie het ermee rondrijdt. Wij wisten daar eigenlijk... Nee, ik wist daar eigenlijk niks van. Mijn stiefmoeder ook niet, dus... Ja, wij weten daar eigenlijk niks over. Ik probeer er ook niet te veel over na te denken, maar ik hoop gewoon dat de mensen die wel iets... meer zouden weten of, ja, of tips of hem nog gezien hebben of iets. Ja, dat ze het dan gewoon melden aan de politie. En dat wij dat dan hopelijk stilletjes kunnen beginnen te verwerken. Want het doet me heel veel zeer, heel veel pijn heb ik. Maar ik vind dat vooral erg voor mijn zussen.
is klein, hè. Trouw die hele leven mee, hè. Ik zou gewoon graag willen dat... dat we het kunnen afsluiten, dat het gewoon voorbij is. Dat we terug verder kunnen en... dat me rust gelaten werd ook gewoon. Dat hem rust, hij dat verdient van rust. Om deze moordzaak op te lossen, werken de Belgische en Nederlandse politie dus samen. In België zoeken de speurders vooral getuigen die Stefan Bogaerts hebben gekend en informatie over hem hebben. Dit zijn de belangrijkste vragen. Wie weet waarom Stefan Bogaerts op 21 september in Nederland was? Ging hij daar regelmatig naartoe? Wie waren zijn contacten in Nederland en vooral in Rotterdam of in Spijkenissen? Ten tweede, heeft iemand iets gemerkt aan Stefan Bogaerts in de dagen en weken voor zijn dood? Leek hij onrustig of bang? Of heeft hij iets in die richting gezegd? Weet iemand iets over zijn mogelijke betrokkenheid bij drugshandel? En ten derde, wie weet waar de Mercedes-Benz Sprinter is die op naam van Stefan Bogaerts staat ingeschreven? Het is een wagen zoals deze, wit en met een verhoogd dak. De nummerplaat is 1SJF070. Heeft iemand Stefan hier ooit mee zien rijden? Of weet u waar de wagen nu staat of wie er nu mee rijdt? Op 25 augustus, een maand voor de dood van Stefan Bogaerts, is de bestelwagen geregistreerd door een wegcamera op Linkeroever in Antwerpen. Maar sindsdien is de wagen dus spoorloos. Alle tips over deze zaak zijn welkom via het gratis nummer 0800 30 300 of via mail naar opsporing@police.belgium.eu.